Goedendag allemaal. Het is vandaag 5 april en het is de 21ste dag van de quarantaine. En vandaag eten wij asperges. Ik ga jullie nu laten zien hoe je asperges schilt, want het is heel belangrijk om ze goed te schillen. Ik heb zelf een heel fijn dingetje. Dat is een speciale aspergeschiller, maar het kan ook een dun schillertje. Je schilt vanaf de punt, niet het puntje zelf, want dat hoeft niet. Maar je schilt dus vanaf de punt naar beneden. En dan heel goed alle kantjes zo erlangs. En het is heel belangrijk dat alle draadjes er echt afgaan, want anders krijg je draderige asperges en dat zou jammer zijn. Verder moet je ook het kontje er even afsnijden, dat heb ik al gedaan. Dus ongeveer 3 centimeter snij je er al af. En dan hoop je dat hij in de pan past. Nou, dat doet hij dus net niet. Je hebt ook speciale aspergepannen, maar dat gaat me dan weer net te ver. En zo schil je de asperges ongeveer, ik zou zeggen 300 gram per persoon, dat is lekker. En dan eet je ze met gesmolten boter, een gekookt eitje en blokjes ham. Het kan ook zalm zijn, als je liever de vegetarische of de visvariant hebt. Maar wij eten ze vandaag met ham en gesmolten boter en gekookte eitjes. En verder ook nog met krieltjes, gekookte krieltjes. Dus dat is het voorjaarsmaaltje van vandaag. Je kookt de asperges 20 minuten ongeveer en ik doe altijd de schilletjes erbij, want dat verhoogt de smaak. Dus 20 minuten koken in water met een klein beetje zout. Eitjes even hard koken, een minuut of 8. En de ham in kleine blokjes snijden. En een lekkere kluit boter smelten. We eten met z'n vieren, dus het mag een beetje extra boter zijn. Die boter smelt ik in de magnetron. Ik doe dat op laag vermogen, dus 360 watt. En dan steeds 10 seconden erbij proberen om te kijken of dat goed is. Dus dat is het voorjaarsmaaltje van vandaag. Asperges. Blijf gezond allemaal. Tot morgen.